Ik ben Manon van Essen. Ik ben 30 jaar. Ik ben pizzabakker. Ik maak bloemkoolpizza's. We zijn begonnen in een pizzeria en inmiddels verkopen we bijna 13.000 pizza's per dag. Dus dat is redelijk hard gegaan. Ja, ik ben altijd al ondernemer geweest. En ik had altijd het idee van, nou, als ik toch iets ga ondernemen, dan wil ik eigenlijk iets doen wat ook een impact maakt. Dus ik was eigenlijk op zoek naar dat ene idee wat goed zou zijn, zeg maar, voor waar je gewoon een inkomen uit kan halen, maar wat ook iets goeds zou kunnen zijn. Ja, eigenlijk, zoals elk goed verhaal, begint het natuurlijk in de kroeg. Dus ik was ook een avond met vriendinnen en we hadden het over afvallen en gewoon dagelijkse vrouwendingen. En toen zei een vriendin van mij van, ik vind afvallen wel leuk, maar niet salade eten of het typische dieetvoedsel. Maar als ik pizza zou kunnen eten en afvallen, dan is er een wereldprobleem opgelost. En ik vond het idee natuurlijk super interessant, want pizza is een hartstikke leuk product. Het heeft iets heel funs. En toen ging ik dus online zoeken en toen bleek dat er al 13.000 pizzabodems waren van bloemkool. Dus voor mij ging de wereld voor me open. En toen ging ik dat zelf maken, maar dat was heel moeilijk. En toen ontstond het idee, als ik dit kant en klaar kan kopen, dan heb ik een heel goed product in handen. En toen ben ik in de pizzeria gaan werken 3 maanden lang om elke avond te vragen aan iedereen die mijn pizza kocht, wat vond je ervan? En daardoor leerde ik eigenlijk zoveel dat ik een hele korte tijd het recept heb kunnen maken tot wat het eigenlijk vandaag de dag is. Kijk, toen ik met Joni begon, zeiden heel veel mensen, je hebt geen geld, je hebt geen kennis in voeding. Ik was een waardeloze kok. Eigenlijk had ik niks mee. En ik dacht van, ja, ik denk eigenlijk dat ik wel naar de Albert Heijn kan. En ik denk wel dat ik naar het buitenland kan. En ik denk wel dat dit een succes gaat worden. En ik denk dat 99% van de mensen dacht dat dat onrealistisch was. En nu zeggen mensen, ja, ik wist het eigenlijk al vanaf het begin. Ik had zoveel geloof in dit product dat ik alles wilde doen. Mijn grootste overtuiging kwam eigenlijk door het feit dat de pizzamarkt is gewoon zo'n immens grote markt. En dat is een van de grootste foodmarkten ter wereld. En ik dacht, als ik dan impact wil maken met iets wat gezond is, en ik kan het in zo'n grote schaal doen, dat wilde ik gewoon. Ik heb heel veel hulp gehad van vrienden die weer een influencer kenden die erover ging posten. Dus eigenlijk is mond-tot-mond reclame mijn grootste succes geweest. Ondernemen is voor mij is het gewoon kansen zien waar anderen denken dat het onrealistisch is. En die dan ook behalen eigenlijk. En mijn geluk daarin zit gewoon het tegendeel bewijzen. Dat vind ik zo mooi. Het liefst doe ik dat de hele dag. Ja, dat vind ik leuk. Ik zie mezelf niet echt als een leider of een manager. Ik heb dat ook best wel moeten leren. Hoe ik het zie is dat ik meer een goed voorbeeld geef. En dat ik hoop dat mensen daar iets van leren en dat ze dat dan gaan volgen. Ik ben niet ik hou niet van autoriteiten. En ik denk dat we gewoon goede mensen in het team hebben die ook zichzelf wel kunnen managen. Internationaal gaan was voor mij altijd wel een droom eigenlijk. Dat ik dacht van, ik vind dat zo mooi als dat zou kunnen. En ik heb gewoon eigenlijk een lijst gemaakt met supermarkten die ik heel mooi vind. En daar ben ik gewoon de inkoper van gaan benaderen. En zo ga je internationaal, in mijn optiek. Ik heb het niet moeilijker gemaakt dan dat het was. Ik wilde vanaf jongs af aan al iets groter neerzetten dan ik. En ik vond dat gewoon heel leuk. Dus dat ik iets kan neerzetten wat echt, als ik stel dat ik deze wereld afval, dat ik echt iets heb achtergelaten. En ik vind dat Majoni wel een voorbeeld is van hoe ik mijn leven zie. Het is gewoon leuk en het is gezonder en het is gezellig en het is voor iedereen. En dat hoop ik met Majoni te bereiken, dat het echt een pizzamerk wordt voor iedereen.